Hersenen zijn maar 2% van ons totale lichaamsgewicht. 2%. Maar wat interessant is, we gebruiken ze 20%. Dus onze totale energie is 100. En 20% daarvan wordt aan de orgaan hersenen verspild. Dus hart, longen en de rest veel minder. Marco, wat je hier van reconstructed elke dag beter worden, fysiek en mentaal. En ik wil hierover praten. Ik wil vertellen van het feit dat onze hersenen eigenlijk maar 2% zijn van al ons gewicht. Dus botten, heel je lichaam, alles wat je mee zou rekenen. Gebruiken we toch 20%, gaat toch 20% daar naartoe. En hoe kan je ervoor zorgen dat je hersenen actief worden? Dat je dus die energie beter verbruikt. Dat je dus niet voor niks energie gaat verspillen van het orgaan wat het meeste je energie verbruikt. Het is lastig. Wat ik eraan doe is, en ik denk dat andere mensen het ook kunnen proberen. Je kan zeggen het is bullshit. Je kan zeggen het is waar, maar daar heb ik niks aan. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat jij daar niks aan hebt. Wat je ook zegt maakt niet uit. Het gaat erom wat je doet met informatie, niet wat je weet. Ik denk fruit, dus vitamine eten, mediteren en sporten. En naast vitamine ook genoeg proteïne eten. Vetten eten. Koolhydraten zijn denk ik het minst belangrijkst voor het activeren van je hersenen en de energie daar. Oké, waarom? Ik heb gemerkt dat wanneer ik begon met meer vitamine te eten, wanneer ik begon met al die dingen die ik net opnoemde, met mediteren, dat mijn hersenen rust kregen, dat ik daardoor dus makkelijker kon concentreren op werk, dat ik daardoor dus in gesprekken beter was, dat ik in gesprekken dus slimmere dingen kon zeggen, sneller dingen kon bedenken, daardoor word ik ook creatiever. En dat is maar één van de. Hè. Dus dit is het resultaat van mediteren. Daarnaast heb je nog, naast mediteren heb je nog dus fruit wat je doet. Je doet niet aftrekken. Bijvoorbeeld, je gaat gewoon geen porno kijken. Dat helpt. Daar ben je meer gefocust door. En ze zeggen dat het ook wel een beetje levensenergie is. Dus sperma is levensenergie. En wanneer je dat uit jezelf doet, dan ben je minder gefocust. En het kan zo zijn, en het is zeker niet altijd. En ik heb het getest. En heel veel jongens testen het in hun puberteit. Ik zit niet meer in mijn puberteit. En ik heb gezien dat het je moe kan maken. Dat het ervoor kan zorgen dat je bijvoorbeeld niet de dingen doet die je gepland hebt voor de dag. En dat is jammer, want je plant eigenlijk een dag en je zegt van ik wil dit doen en ik wil dat doen. En zo ziet mijn perfecte dag eruit. Zo ziet mijn dag eruit hoe ik gelukkig zou worden. En dan ga je bijvoorbeeld porno kijken, aftrekken en dan doe je die dingen niet. Dat is jammer. Dat is jammer. Ik heb het vaak genoeg meegemaakt. En dit betekent niet dat we totaal niet meer dat moeten doen. Daarnaast, vitamine. Waarom zijn vitamine belangrijk? En metabolisme, je hersenen werken er beter door. Je bloed werkt er beter door, dus het stroomt allemaal wat soepeler. Maar onthoud niet te veel fruit eten, want als je dat doet, dan kan dat ook een beetje het verstoppen. Dus bloedvaten verstoppen, omdat het dus natuurlijk ook suiker is. En niet alleen maar vitamine. En wat interessant is, vaak zeggen mensen van fruit zijn goede suikers. En in chocola zit bijvoorbeeld slechte suikers, dus de melkchocola. Bijvoorbeeld. En dan denk ik, het zijn toch allebei suikers. Het ene suiker, het andere suiker. Het enige verschil erin is vaak de hoeveelheid. Oké, chocola neem je een hap, heb je veel meer suiker binnen dan fruit, vaak. Soms ook niet, het ligt eraan wat voor fruit. Dus in principe neem je in allebei de gevallen, dus in de melkchocola en het fruit wat je eet, suiker binnen. Maar wat voordeel is bij fruit, je neemt ook die vitamine mee en je hersenen gaan beter werken. En daarnaast ook nog sporten. Wauw, wat sporten met je doet gewoon. En vooral in de ochtend sporten. Het is gewoon niet te beschrijven. Ze zeggen wanneer je dus sport, dat je hersenen ook actiever zijn. Je hersenen zijn feitelijk een spier. Dus een spier die je ook actiever kan maken. Die je ook kan helpen helderder na te denken wanneer je sport. Wanneer je in beweging ben. Het hoeft niks geks te zijn. Het hoeft niks intensief te zijn. Echt niet. Het hoeft maar 20 minuten per dag te zijn. Een half uurtje. Misschien doe je het in het begin een uur. En vind je uiteindelijk wel wat voor dingen jij wilt doen. Wat voor oefeningen jij leuk vindt. En dan kan je een beetje je routine creëren. En dan kan je het steeds korter maken. Dus dan kan je van een uur lang trainen. Omdat je alles hebt geprobeerd. Omdat je alles hebt gekeken in dat uur. Elke keer weer. En dan 3 maanden lang bijvoorbeeld.
Dan weet je na 3 maanden 100% wel, oké, dit vind ik wel leuk, dit vind ik niet leuk. Maar alsnog wil ik wel dit resultaat behalen, bijvoorbeeld grotere borsten. Dus daarom zal ik deze oefening toch wel doen. Ook al vind ik bankdrukken niet leuk, bijvoorbeeld. Daar kan je gewoon naar kijken en uiteindelijk is het gewoon test. Dus de informatie die je krijgt, ga niet als een judging person daar zitten en oordelen. En denk van, nee, is niet waar. Ja, is wel waar. Nee, is niet waar. Waarom doe je dat? Dus test het, kijk het. En het laatste wat ik nog wil zeggen is heel belangrijk. En dat is koude douche. En ik deed eerst totaal koude douches. Volgens mij is douches meervoud. En dat hielp mij. Ik was frisser. Ik was gewoon goed opgestart in de ochtend. Gewoon gelijk als een beest klaar voor de dag. Uiteindelijk was ik ermee gestopt. En was het moeilijker om het dus uiteindelijk dus te onderhouden. Na 2 maanden dacht ik, oké, ik wil het weer doen. Het is moeilijk om het weer opnieuw op te starten, maar toch deed ik het. Gewoon met koude douche en vond het niet leuk. En wat ik dus deed, dat ik het niet leuk vond, ging gewoon eerst warm doen. Warme douche, 2, 3, 5 minuten lang, hoe lang je het ook wilt. En dan op het einde doe je gewoon even koud water. Gewoon echt ijskoud of koud, maar doe het opbouwend, rustig, weet je wel. En gewoon even minder dan een minuut kan je gewoon even dat koude shit aandoen. En, want het gaat om hoe je eindigt. Je kan heel lang lijden. Je kan gewoon, je bent de game aan het spelen, bijvoorbeeld League of Legends. Of je bent bijvoorbeeld aan het voetballen, je staat 3-0 voor. En uiteindelijk verlies je met 4-3. Dus wat heeft het uitgemaakt hoeveel jij in het begin aan het spel aan het lijden was? Hoeveel jij in het begin voor stond? Helemaal, in principe weinig. Het was alleen leuk in het begin, maar het eindresultaat, daar gaat het om. Het gaat om het einde vaak. Dus het einde is een koud water over je heen doen. In de douche. En dan zal je gewoon hetzelfde voelen als wanneer je een totale koude douche neemt. Misschien zelfs beter. Het verschilt per persoon. Kijk het, test het. Dat is wat ik ervaar over de hersenen. Hoe de hersenen actiever worden. Ik ben benieuwd naar wat jullie ervan vinden. Dit is natuurlijk mijn mening, dit zijn mijn ervaringen. Ik denk, we zijn allemaal mensen, dus het kan wel een beetje kloppen, toch? Maar daar kan je alleen maar zelf achterkomen door een beetje zelf te proberen. En je wilt niet 50 zijn en denken, wauw, waarom heb ik nooit een koude douche geprobeerd te nemen? Terwijl je denkt, wanneer je dan 50 bent en je doet het, wauw, het is eigenlijk, ik voel me echt goed door. Dat willen we voorkomen. Dat wil ik met deze video, dus dat willen wij met Reconstructed. Je hersenen, je mind wordt beter en je lichaam wordt beter. Je gedachten, je lichaam, je geest, allemaal beter. Laat me weten wat jullie denken, laat me weten wat jullie ervaringen zijn met het proberen van koude douchen, vitamine, niet meer nofap, dus het niet meer porno kijken, aftrekken. Wat jullie ervaringen zijn. Ik ben echt benieuwd. Ik hoop dat jullie een gesprekje daarover kunnen hebben. Of gewoon een reactie, positief of negatief. Let me know, Markovic Reconstructed. Ciao.